Meneer Soens, sinds enkele maanden toch ook in de raad van bestuur van Waregem Koersen. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Nu, sinds 1 september zijn wij nu volledig eigenaar als stadsbestuur van Waregem. Zijn we volledig eigenaar van de volledige hippodroom, dus zowel van de rentepistes, draf, galop, als uiteraard ook van het gebouw, Hippologia, hebben we gekocht met een recht van opstal. En dus van daaruit vanaf 1 september volledig eigenaar. Uiteraard zijn we ook eigenaar van heel de blozensite, zodanig dat we eigenlijk wel kunnen staan dat wij de grootste paardensite hebben in Vlaanderen die eigendom is van onze stad Waregem. Ja. Mag ik eens vragen, hoe belangrijk is dat voor de stad om eigenaar te zijn, volledig eigenaar? Nu, daarmee bepalen we mede wat er daar kan doorgaan. En uiteindelijk, als je ooit wel wilt de titel verdedigen van paardenstad van Vlaanderen te zijn, de grootste paardenstad van Vlaanderen, ja, dan moet je toch wel eigendommen, of dan moet je wel eigenlijk wel infrastructuur kunnen daar tegenover staan. Dus uiteraard, als mensen nu uitgenodigd worden naar Waregem Koersen, en u ziet welke accommodatie daar aanwezig is, dan vinden de mensen dat één voor één super top. Ja. Waregem Koersen en Stad Waregem die werken ook nauw samen, mogen we zeggen. Waregem Koersen zet nog meer in op bijvoorbeeld duurzaamheid. Hoe belangrijk vindt de Stad Waregem dat? Nu, we vinden dat uiteraard, als we feest vieren, moeten we uiteraard rond duurzaamheid denken. We denken maar aan herbruikbare bekers, maar uiteraard ook aan mobiliteit, waar we dit jaar een super inspanning wensen te doen naar mobiliteit toe, dat niet iedereen meer met zijn eigen wagen komt, maar uiteraard veel meer met openbaar vervoer of met fiets of eventueel op een andere manier naar Waregem kan komen, zodat we die mobiliteit ook duurzaam kunnen begeleiden naar de Waregem Koersenfeesten en als naar Waregem Koersen zelf. En misschien concreet, hoe gaan jullie dat bewerkstelligen, zoiets? We zullen uiteraard vanuit iedere deelgemeente zullen we meer capaciteit voorzien op openbaar vervoer. Uiteraard vragen we ook vanuit mensen die met de trein komen, dat er daar ook wat capaciteit zal zijn om vanuit het station richting Hippodroom te gaan. Dus dat. En we zullen uiteraard ook meer fietsparkeerplaatsen voorzien heel dicht bij de hippodroom, zodat mensen op een veilige manier hun fiets kunnen achterlaten. Klinkt prachtig. Dank u wel.